Hoi lieve schorpioen, welkom bij de algemene tarot reading en reading voor sterrenbeelden, maand oktober. De situatie, uitdaging of wat dwars ligt, waar het bewustzijn zicht op heeft, onbewust. Recente verleden. Advieskaart nabije toekomst. En jij. Invloed van anderen. Hoop en vrees. En de conclusie. En voor de schorpioen is leidraad succes. Bonuskaart voor de schorpioen maand oktober. Ja, oké, mooi. Daar gaan we. Oké. Voor de schorpioen. Allereerst, exhaustion is uitputting. Wanneer je het leven onder controle wil houden met de mind, waar deze kaart voor staat en dat ligt onbewust, dan put je jezelf uit. Want het leven valt niet onder controle te houden. Om te herstellen van je uitputting zul je moeten leren om in de flow van het leven te zijn. In de rivier van leven. Vertrouwen te hebben dat het leven jou alles brengt wat jij nodig hebt om te groeien. Dat het geen enkele zin heeft om je vast te klampen aan zekerheid. En het leven onder controle te houden. Want als je dat doet, dan stort alles in. Dat is de torenenergie. Dan alles wat je dan met de mind zo zorgvuldig hebt opgebouwd aan zekerheden, dondert alles in elkaar. Omdat het universum, jouw hoger zelf, die ligt bij jou, domweg niet wil dat jij je leven slijt om het onder controle te houden. En in je mind, je ego-bewustzijn, gevangen te zitten. Omdat je dan, en dat ligt aan de zijlijn, omdat je dan je successen vanuit je ziel, vanuit je hart niet behaalt. Dan krijg je geen overwinningen. Dan vier je geen feest. Deze figuur op die tijger, die viert feest, slingers, is blij, voelt zich succesvol. Maar dat is niet dus het succesvol zijn zoals het ego dat bedenkt. Het ego wil ergens heel erg in uitblinken en beter zijn dan anderen. Omdat die daarmee dan zijn zelfvertrouwen wat opvijzelt. Maar dan ben je geen meester over jezelf. Deze ligt op het verleden. En omdat die op het verleden ligt,
is het de bedoeling dat je weer meester over jezelf wil worden, moet worden. Maar dan niet zoals het ego dat wenst. Want het ego denkt dat die meester over zichzelf is als die alles onder controle houdt. Maar deze master doet dat met een hele andere energie. Deze is meester over zichzelf met betrekking tot alles wat zich in het verleden heeft afgespeeld. En daar is die doorheen gegaan door de verwerking, de pijn van het innerlijk kind. Daar is die doorheen gegaan. Dat heeft hij gevoeld. Hij heeft de koppeling gemaakt naar zijn jeugd. De pijn in het nu, wat aangeraakt werd in het nu, heeft hij verwerkt. Emoties onderdrukt hij niet, hij of zij niet. En dan ben je meester over jezelf. En deze meent meester over zichzelf te zijn, maar niets is minder waar. Kijk, want dan ben je altijd gespannen, vuisten. Je bent altijd in gevecht met jezelf. En participatie ligt dan dwars. En deze kaart staat, het is de mandala. Die zijn mensen. En die hebben... Die zijn wat gebogen en dit zijn handen. En het ene hand is een ontvangend gebaar en de andere hand is een gevend gebaar. Dus balans tussen geven en ontvangen en vooral verschil maken in deze wereld. Maar verschil maken met betrekking tot onvoorwaardelijk liefhebben. Verschil maken door meester over jezelf te zijn. En dat je dat dan ook uitstraalt naar buiten toe. Maar dat ligt bij deze schorpioen nog dwars. Wat bij jou ligt is source. En wat dan belangrijk is, is de combinatie wat bij jou ligt en de advieskaart nabij je toekomst, is dat je het verleden, de pijn uit je verleden, achter je gaat laten, gaat verwerken. Innerlijk kindwerk gaat doen en schaduwwerk. Zodat je vanuit de schaduw weer met dat, zoals dat pure kind, de regenboog tegemoet gaat lopen. Vanuit het duister naar het licht. Maar dan moet je eerst de pijn verwerken die dit kind heeft opgelopen. En op allerlei lagen van leeftijd. Ervaringen uit het verleden, van afwijzing, verlating en falen, zul je achter je moeten gaan laten. Je zult niet meer vast moeten houden aan ervaringen uit het verleden. Want dan blijf je patronen herhalen, dan is de balans tussen geven en ontvangen weg. En je houdt het leven onder controle door je vast te houden aan zekerheid. Maar jouw ziel en je hoger zelf, de bron in jou, zal dan zorgen dat alles in elkaar dondert. Je zult je baan kwijtraken, je zult relaties niet aantrekken en ook niet kunnen behouden. Al het oude moet sterven. Om weer meester te worden over jezelf. En niet de controle. Ja, want dat zijn dus twee totaal verschillende dingen. Om succes te hebben in het leven en dan niet zoals het ego dat wil met inderdaad veel geld verdienen en veel zekerheid. Nee, maar om succes te hebben en om dus meester te zijn over jezelf, om blij te zijn. En om in het hier en nu te kunnen leven. Al jouw ervaringen die jij tot nu toe hebt gehad, is niet negatief. Het is juist positief, als je het zo wil gaan zien. Zij zullen jou meester over jezelf laten zijn als jij je levenslessen gaat leren. En als jij je pijn uit je verleden echt gaat verwerken door te gaan voelen in plaats van te gaan denken. Invloed van anderen, ze zullen je uiteindelijk brengen op het pad naar overvloed. Abundance. Dit is overvloed. Dit is je ontzettend blij voelen. Met alles wat het leven je te bieden heeft. Innerlijke en uiterlijke rijkdom. En anderen hebben dus daar invloed op.
Ook al lijkt dat vanuit het ego gezien negatief. He, ruzies, conflicten, alles wat in elkaar valt. Het is puur om jou los te maken van de controle van het ego-bewustzijn. En weer contact te leggen met je intuïtie. Met je hoge zelf. De pijn van het innerlijk kind nogmaals te helen. Je hoop van je hoger zelf is dat je tot integratie komt. Dat je het mannelijke en het vrouwelijke in jouzelf weer gaat integreren. Maar als jij hier bent, en dat ligt dus nog onbewust, dan heb je het vrouwelijke in jezelf verloochend. Het vrouwelijke is voelen en uit je denken. Het vrouwelijke is doorvoelen van pijn, verdriet, boosheid, angst en spijt. Dat zijn de vier helende emoties. En het denken wil daarvoor weglopen. En als we alleen maar in het denken zitten, zitten we alleen maar in de mannelijke energie. En de vrouwelijke energie wordt dan onderdrukt. En dat is de hoop van je hoger zelf en van tegelijkertijd de angst van het ego dat je dat gaat doen. Want als je dat gaat doen, gaat het ego-bewustzijn sterven. En ook je beschermingsmechanismen sterven. En het ego is maar wat bang wat daarvoor in de plaats komt. Maar wat daarvoor in de plaats komt, is abundance, overvloed, echte innerlijke en uiterlijke rijkdom. En succes, het gevoel van succes. En niet zoals het ego dat nogmaals ziet. Prachtig. En dan zul je weer het vertrouwen en de puurheid van het kind krijgen en de wijsheid van de meester. Maar dat kun je niet bereiken met de mind. Je zult af moeten dalen naar je emoties. Want dat zijn je richtingaanwijzers. En niet ervoor weglopen. En dat voor de schorpioen is dat helemaal, als je dat doet. Want de schorpioen is ook nog eens een keer een gevoelsmens, een waterteken. En behoren heel erg gevoelig en ook... Emoties zijn vooral ook voor de schorpioen de wegwijzer. Voor iedereen overigens. Maar als een schorpioen zijn gevoelens onderdrukt, dan word je echt de schaduw van jezelf. En dan kun je absoluut niet gelukkig zijn. Dus dit zul je echt moeten laten gaan. De ervaringen uit je verleden, je negatieve ervaringen uit je verleden. Laag voor laag verwerken. En niet met je denken proberen gelukkig te worden en te zeggen, zo, vanaf nu ga ik maar eens even positief denken, want zo werkt dat niet. Je zult moeten gaan voelen. Je zult af moeten dalen naar je gevoel. Dan komt voor jou de kaart vertrouwen naar voren. Deze situatie doet een beroep op je vertrouwen. Vertrouwen dat het een proces is. Heling en tot ware integratie te komen van het mannelijke en het vrouwelijke en het denken los te laten. En herstellen van je uitputting en herstellen van de instorting, dat vergt echt vertrouwen. In antwoord op je vraag vragen de romantische engelen je te vertrouwen dat alles precies is zoals het moet zijn. Voed de situatie niet met angst. Dat zal alleen maar leiden tot drama en negativiteit. In plaats daarvan vragen de engelen je om jouw zorgen in hun handen te leggen. Je huidige situatie is juist bedoeld als een zegening die tot je persoonlijke groei zal leiden. En tot de romantische liefde waar je zo naar verlangt en die je zo verdient. Als je het pad blijft volgen waarop jij je nu bevindt, kun je vertrouwen dat het je in de juiste richting leidt. Je geloof en vertrouwen verhoogt je energie en die trekt dan op zijn beurt positieve ervaringen en mensen aan, waaronder ook je liefdespartner. Dit is echt een situatie waarin met geloof en vertrouwen alles mogelijk is. Maar dan zul je echt niet meer moeten vasthouden aan het verleden. En deze zal ik voorlezen. Uit het Osho Tarotboek. Die ik nog even moet pakken. I'm so sorry.
Clinging to the past. Erg belangrijk dat je dat gaat loslaten. Aan het verleden blijven hangen. 64. De figuur die op deze kaart staat afgebeeld, houdt haar doos met herinneringen zo krampachtig vast dat ze het sprankelende champagneglas vol zegeningen die haar in het hier en nu ter beschikking staan, de rug heeft toegekeerd. Door haar nostalgie heeft ze echt een bord voor haar kop en is ze bovendien een bedelares geworden, zoals we kunnen zien aan haar verstelde, versleten kleding. Ze hoeft natuurlijk geen bedelares te zijn, maar ze staat er niet voor open te genieten van de leuke dingen die zich in het heden aandienen. Het is tijd om de ogen te zien dat het verleden voorbij is en dat iedere poging het te herhalen er stevast voor zorgt dat je vastroest in oude patronen, waaraan je al zou zijn ontgroeid als je niet zo krampachtig had vastgeklampt aan wat je al hebt meegemaakt. Haal eens diep adem, zet die doos neer, bind er een mooi lint omheen als je dat per se wilt en zeg haar hartelijk en vol respect vaarwel. Het leven gaat aan je voorbij en je loopt gevaar voortijdig een museumstuk te worden. De toekomst is wat nog niet voor je ligt en het heden is wat voor je ligt en zich aan je gezichtsveld onttrekt. Weldra is het verleden tijd. Als je niet aan het verleden hangt, want aan het verleden hangen is uiterst dom. Het is er niet meer en gedane zaken nemen geen keer. Wat voorbij is, is voorbij en klamp je niet aan het heden vast, want dat verdwijnt ook en behoort spoedig tot het verleden. Klamp je niet vast aan de toekomst, je hoop, je fantasieën, je plannen voor morgen. Want morgen wordt vandaag en dan wordt het gisteren. Alles wordt gisteren, alles ontsnapt aan je greep. Als je eraan onthangt, zorgt dat alleen maar voor misère. Je moet het laten gaan. En dat probeert het ego-bewustzijn continu die controle uit te oefenen. En dat is net waardoor je nooit geluk zult ervaren. Maar het heeft dus te maken met pijn uit je jeugd. Pijn uit het verleden. En dat kun je niet met de mind zeggen van oké, dat ga ik nu maar eens even loslaten en ik ga nu gelukkig worden. Nee. Iedere keer als jij geraakt wordt door de buitenwereld, door mensen die jou triggeren in boosheid, verdriet en angsten, dan is het zaak dat je daar niet meer voor weg gaat lopen, maar dat je het gaat doorvoelen. Doorvoelen. En dat je je tranen laat stromen. En dat je je boosheid ook een uitlaatklep geeft. En dat je dat niet probeert te verdoezelen met allerlei vastklampen aan materie, aan zogenaamde zekerheid, aan een huis, aan een whatever. Dat leidt je allemaal af van het innerlijk kindwerk. Dus innerlijk kindwerk en schaduwwerk is voor jou, lieve schorpioen, althans voor deze schorpioen die deze boodschap moet ontvangen, de enige weg naar overvloed. Innerlijke rijkdom en uiterlijke rijkdom. Maar dan moet je de invloed van anderen nu goed gaan gebruiken in plaats van er controle op uit te oefenen. Dat was het voor deze schorpioen. Herken je dit? Maar weet je bij God niet hoe je daaruit moet komen? Weet dan dat een persoonlijke reading jou daar heel goed bij kan helpen. In combinatie met mij als coach en met de hulpmiddel, met het hulpmiddel persoonlijke reading. Onderaan deze film staat mijn website. Alsjeblieft kijk eerst die website door voordat je me gaat mailen met allerlei vragen, want dan dat kost me heel erg veel tijd om persoonlijke vragen te beantwoorden, terwijl het eigenlijk een heleboel al in de website staat. Ik zet altijd een link onderaan deze film. Ik zie je heel erg graag. Het kan via Skype, video, Facebook Messenger. Maar als je het redt om naar Apeldoorn te komen, dan is dat helemaal fantastisch. Ik wens je een fantastische oktobermaand. Wees lief voor jezelf. Heb vertrouwen. En een knuffel van mij. Bye!